studenten doen we onderzoek naar hoe de stad verduurzaamd kan worden. Wij doen vooral onderzoek naar grondstoffen en materialen. Dus de grondstoffen raken op, dus we proberen materialen toe te passen die dat voorkomen en materialen te hergebruiken. We doen onderzoek naar comfort. Dus we proberen om in de woning een beter comfort te maken, maar ook in de stad. En we doen intensief onderzoek naar stromen koppelen. Dus hoe kan je multifunctioneel gebouw maken, functies koppelen en de stromen in dat gebouw aan elkaar koppelen. Een brandende kwestie is dat de grondstoffen opraken. Dus we willen laten zien hoe we daarmee om kunnen gaan, hoe we dat kunnen voorkomen. En een voorbeeld daarvan is dat we een concepthuis chip aan het ontwikkelen zijn. Daarin proberen we met materialen te werken die voorkomen dat we tekort krijgen aan grondstoffen. We maken een groengevel van oude golfplaat die we aan elkaar koppelen en daarmee een groene gevel maken. We maken een achtergevel van de gebouwen die daar gesloopt worden door kunststof kozijnen her te gebruiken en in die achtergevel te plaatsen. Chip is ontwikkeld door studenten in de Minor Project en daarna in een leerbedrijf. Wordt dat uitgewerkt tot een concreet project en dan gaan we ook nog het hele gebouw bouwen en dat gaan we doen met hogeschoolstudenten en studenten van het Albeda. En daarna komen weer hogeschoolstudenten om onderzoek te gaan doen. Die gaan dat helemaal volhangen met meters en gaan we kijken of alle gedachte resultaten ook bereikt kunnen worden. Dit is het leerbedrijf van Chip. Dit is eigenlijk ons eerste succes dat deze studenten samen het gebouw ook echt gaan realiseren. Dus ze zijn nu bezig met uitvoeringstekeningen en daarmee gaan ze de aannemer ondersteunen om het gebouw uit te gaan voeren op heiplaat. Een andere heikele kwestie is denk ik groen in de stad en de leefbaarheid van de stad. We zijn met een heel ander project bezig in Aruba, in Pochiquito. Met studenten hebben we daar een stedenbouwkundig plan gemaakt waar we groen in de wijk maken. Nog een heikele kwestie is dat we proberen compact te bouwen. Daarvoor gebruik je ook weer minder grondstoffen en heb je compactere gebouwen waardoor je minder ruimte gebruikt. We werken ook samen met lectoraten op de hogeschool, vooral de architectuurlectoraat, die ook bezig is met klimatologisch bouwen. En met Christophe Ravensloot, die ook onderzoek doet naar groene daken, wat ook weer op onze projecten terugkomt. De reden dat we dit allemaal zijn gestart is eigenlijk tweeledig. Eén kant is dat we heel erg willen dat bouw duurzamer wordt. Dat we beter met materialen omgaan en dat we interessantere, duurzamere gebouwen in de stad kunnen realiseren. En vooral is dat belangrijk om dat te doen met studenten. Dus ik probeer studenten dat te laten uitvoeren, zodat ze dat onderzoek doen, die resultaten bereiken en daarmee dat verder in hun praktijk kunnen gaan uitvoeren.